Hallo kijkers van Voetbal en Benzinerecht en welkom alweer, volgens mij, bij aflevering 56 van GTA 4. Vandaag heeft Nico een jobinterview, eigenlijk precies over... Hoeveel? Over hoe lang? Over iets minder dan 4 uurtjes. Ik weet alleen niet precies waar het is. Waar is het? Het jobinterview. Ja, staat er weer net niet bij, hè? Ach, we zien het vanzelf op de radar verschijnen. In ieder geval, wat ik nu ga doen, is eventjes een Turismo halen uit het Turismo showroom. Wat geweldig naast ons hele mooie appartement staat, wat we gisteren hebben gekregen. Wat Rome gisteren heeft gekocht. Oh god. Waarom moeten die dingen altijd dicht zijn? Geen politie? Nee. Ja, jullie deden de deur niet open. Dus kom ik vanzelf naar binnen. Ik zoek een rode Turismo. Ja, rood. Deze graag. Oh. The blip on your radar indicates the location of your interview. Oké. Het is daar. Dan gaan we daar naartoe. Ondertussen gaan we de politie ook nog even kwijtraken. Zo, deze kant op. Oké, hoppakee. Echt mijn favoriete auto, de Turismo. Met mijn favoriete kleur is echt de perfecte auto aller tijden. Zo. Op weg naar een jobinterview. Maar allereerst even de politie verliezen. Dat doen we ondertussen wel even. Oh shit, de hijskraan. De hijskraan. Oké, dan deze kant op. Zo. Rijd de politie weer even kwijt? Nee, want er staan weer eens random politieagentjes langs de weg. Verlies ik nu eindelijk de politie? Kom op, rijd de politie even kwijt, Nico. Oké. Oh, nu we hier toch zijn? Hoe lang heb ik? Nou, dat doen we straks wel dan. Ik heb niet zo lang nog. Dus we zullen daar even naartoe moeten. Anders komen we wel even langs de Emination, maar we gaan op een terugweg. Nou, ons safe house wel even langs Emination. Zo. Oké. Okay. Waar is het? Daar? Hier? Is het hier? Nee, hier is het niet. Waar is het dan? Oh, interview. Ja, ik weet het. Waar is het? Hier? Of is... Ja, waarschijnlijk is het hierboven. Ja, hier is het. Mooi. Dan gaan we er even naartoe. You need to wear a side and tee with smart shoes to interview. Shit. God. Dan moeten we dus eigenlijk binnen 2 uur even een net pak kopen. Gelukkig zit hier een Passus naast. Heeft de missie heel mooi geregeld. Hiya, welcome to the world of Perseus. Ja, ik moet eventjes een heel mooi... pak kopen. Is dit een mooi pak? $1000. Kan ermee. Kan ermee door. Oké, what the fuck is dit nou voor shirt? Echt, serieus, wat is dit voor shirt? Dit is toch geen net pak, man? Dit is een shirtje. Oh shit, dan weet ik ook niet eens welke ik heb gekocht. Welke heb ik gekocht? Obsidian shoot. Try shoot. Ja, ik denk dat we die gaan kopen. Obsidian. Dus...
charcoal, espresso, charcoal, seed slacks, slate sweet. Welke broek staat hier goed bij? Oké, we kunnen deze kopen. Deze staat er op zich wel bij. Maar, hoe staat deze erbij? Nee, deze staat er echt helemaal niet bij. Dat is een groene. Oké, dan wordt het dit. Ja, ik vind het wel duur hoor. €1500 voor een pak. Hey, Francis. Remember Nico, wear a suit for the interview. Try pursue in Alleguin and don't forget to take a gun with you. Francis. Man, ik heb net een net pak gekocht. Nico is nu echt een James Bond. Echt, serieus. Ja, heel leuk. Nico is nu echt bijna... Nico is gewoon... bijna hetzelfde als James Bond. Alleen Nico is een beetje... Nou ja, ik weet niet of deze persoon slecht is of niet. Dus dat zou ik niet kunnen beantwoorden. Oké, hier. You need to wear a suit and tie to the interview. Ik heb toch een suit aan. Ik heb er een aan. Die gasten zijn blind, joh. Een half uur, shit. Hier, dan ga ik die charcoal ding wel even dragen. Dan verander ik het later wel naar die andere. Of ik hou het zo, ik heb geen enkel idee. Nou ja. Is het nu goed, game? Ook al had ik precies ook een mooi ding aan. Ben ik nu op tijd? Oh, nu opeens wel, hè? Wat gebeurt er? Ja, ik moet hier naartoe. Oh, hij heeft een buzzertje daar, hoor. It's Nico Bellic. I'm here for an interview. Ja. Oké. Go to the reception. Ik moet zometeen wel even mijn pak veranderen. Of niet? Ach ja. Ik weet het niet. We zien wel. Op zich vind ik dit pak ook wel staan. Oké, daar is het. Niet rennen, valt op. Mr. Bellic, welkom. I'll just see if Mr. Goldberg is available. Ja, dat zou wel moeten, want we hebben een afspraak. Mr. Goldberg, Mr. Bellic has arrived for his interview. Ja. Okay, great. Tell him to come through to my office. Okay. Could you please follow me, Mr. Bellic? Sure. Waarom zeggen Nico en ik precies hetzelfde? Oh god. Wel heel wat politie hier. Mr. Goldberg is such a saint. He just gets to swim, you know. He's just so warm and giving. All he cares. Slijm je nu voor je eigen baas of niet? And boy, are you in trouble if you get in his way. Oh. I always get nervous before interviews. Ja, ik denk dat het precies andersom is. Just in here. Don't be nervous. He doesn't bite. Ja, maar ik wel. Oké. Hallo meneer. Goldenberg. Nico. What's that short for? Nee, gewoon Nico. For a man who can get jobs done right. Oh, dat kan ik wel. Nikolai, I like your resume. You seem to be the sort of man who would go the extra distance. I just need to take another look. Get myself reacquainted with your experience. Okay. So, you're the sort of man who doesn't wait to get told what to do. Nee. Looks at the world, sees problems and tries to fix them. Mm-hmm. Sure. My problem is that people don't notice the decay in society. They leave the decay alone, and soon it's too late, so you have to pull the whole tooth. Yeah? I am the guy who goes around shaking people. For people, read society, read City Hall. I shake them, and I say floss. Get rid of the rotting flesh stuck in your teeth. Prevent decay. Mouthwash, you hear me? Zie je nou reclame te maken voor mouthwash? But he thinks he's above the law. He's not. You wanna know why? Because the law is clear. I'm gonna crush him into dust.
No. No one is above my judgment. You understand me? Oh, nee? Okay. Here at GLNS, we're pushing... Standing up. Assertive move, right. I like a man who takes control. Uh-huh. A man I was re... A knife. You into camping or something? Ja, ik zal het eens laten zien. You gotta fight for what... Where are the... Hoppakee. Klaar. Zo. Take the files to Francis. Kan ik geen glas met een... Oh ja, dat kan wel. Hoppakee. Dan ben ik buiten. Ze hebben mijn toerisme gestolen. Maar even snel nu naar Pursue. Of Pursues. Even dat pak anders maken. Ik vind het heel leuk, dit pak. Maar ik vind het toch niet zo mooi staan. Dus even hier naar binnen. Ja, ik wil graag deze. Oh god, ja. Oké, nog een keer $1000. Mijn best. Look at you. You've got it going on. Espresso slacks. Is er hier geen één? Sleetsuit. Nee, deze staat niet. Volgens mij is dit een goede match. Vond de game niet? Vind ik wel. Oké. Nu naar de Emanation. En dan naar Francis. Ah, daar staat een auto. Hoppakee, oh shit, politie. Wat een domme politieagent, er wordt een auto achter hem gestolen en hij ziet het gewoon niet. Hoe blind is die kerel? Nee, want ik moet naar de Emanation. Zo, hier is het. Oh, die mensen hebben ook allemaal net pak aan. Er zijn net broertjes hier, links en rechts. Oké, hier links. Oké, we zijn er. Nee, deze is er nog niet. Oké, die kan ik niet meer halen. Omdat die vol zit. Die zit ook vol. Die is niet nodig. Kan ik deze halen? Nee. De rocket launcher? Nee. Grenade? Nee. Body armor, ja. Sniper. Shotgun. Nee. AK. Oh ja, hier kunnen er heel wat van. Sap. Wel leuk, als je heel veel geld hebt, dan kun je gewoon heel veel van die dingen kopen. Oké, nou mooi. Dan gaan we nu even mooi naar Francis. En als we ondertussen een hotdog dealer tegenkomen, gaan we een hotdog bij hem eten. En zo niet? Ja, dan niet. Wacht even, daar is een kleine square toch ergens? Dus daar moet wel van die dingen, van die hotdog kraampje zitten. Ja, zie je, dit is Times Square. Een clocking bell, ook goed. Op Times Square zitten altijd restaurants. Mensen, kijk eens, altijd onthouden. Als je in New York bent en je weet niet waar de restaurants zitten, Times Square is de plek waar je moet wezen. Altijd restaurants. Het is het winkelcentrum van alles, dus ja, we moeten wel restaurants hier zetten. Oké, hoppakee. Eén burger. Nou, Nico laat die mayonaise maar vallen. Ja.
Ja, gewoon een burger. I mean, I wouldn't eat it, but here you go. Oh, ja, bedankt. Thanks for clucking. We'll see you again soon. Ja, misschien wel. Maar ik moet snel even naar Francis. Zo. Ik moet vertellen tegen Francis dat het interview geweldig ging. Vind je vast leuk om te horen. Dat het interview gewoon geweldig ging. Aan de kant. Andere autochauffeur. Andere autobestuurder. Ja, Nico, doe je auto dicht. Of doe je deur dicht. Oké, okay, hier naar rechts. Oh ja, bedankt lantaarnpaal. Ja, nu ligt hij plat. Ah, hier is het. Francis, ik heb het. Ik heb ook een mooi net pak aan. Ja, zie je, het staat ook precies perfect. Jongens, zet even in de comments neer. Staat het... Is het nou de perfecte match? Voor die pak, ja of nee? Want ik vind het wel een perfecte match. Here are the files. Ja. Great. Peace at last. I feel cleansed. Oké. Okay. You silenced Goldberg too, right? I don't need to worry about him? Nope. He's done. Whoa, music to my ears. A weight has been lifted. Here's your payment. Okay, hoeveel is het? $1000? Man, dat pak kostte meer dan $1000. Ik krijg $1000 terwijl ik gewoon 4000 dollar kwijt ben aan stuff. Oké, okay, dan neem ik je politieauto mee. Thanks. Thanks voor de politieauto. €1000. Ja. Goed grapje. €4000 weggeven, €1000 terugkrijgen. Wil jij voor je politieauto? Ja. Ach, nou ja, de politie had toch al een politieauto van mij gestolen. Dus ja. Heb ik ook weer eentje van hun teruggestolen. En eigenlijk precies van Francis. Ja, hij heeft mij ook te weinig geld gegeven. Als hij mij nou 5000 had gegeven, oké. Okay. Maar 1000? Wat is dit voor armoede? 1000 voor even een moord plegen. Wat mij een nieuw pak kost van €1000. Van 1700 euro. Nee, 1500. Ach, van heel wat geld. En dan krijg ik maar $1000. Ik vind die gast heel grappig, maar dit doe ik niet nog een keer. Voor zo weinig geld. Die gast heeft in ieder geval humor. Zo. Even kijken. Ja, deze staat goed. Nou, dan gaan we mooi naar binnen. In ieder geval, ik blijf vanaf nu denk ik wel in het pak lopen. Ik vind het een mooi pak. Zo. Maar kijk eens, we zitten alweer op de tijd. We hebben vandaag een geweldig interview gedaan. Nou, ik ga allereerst even mijn mailtjes nakijken hier. Want we hebben natuurlijk mooi een computertje hier. En als we mailtjes hebben, dan is het geweldig. Nee. Is trouwens nog nieuws? Nee. Oké. Okay. Nou jongens, dan ga ik de aflevering maar mooi afsluiten. Want we zitten alweer op de tijd. Kijk eens, doe even een duimpje omhoog. Help je mij mee, help de kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan gaan we morgen denk ik naar Playboy X. Om te kijken wat die nou eigenlijk heeft. In ieder geval, dat zien jullie morgen. Wat voor nu ga ik zeggen. Doei!